Dus dan moet ik het even zondag vragen. Dat hoop ik niet dat je de zondag gevraagd hebt. Ik hoop het ook niet. Huh? 6 dagen na de uitschakeling van Ajax in de Champions League tegen Benfica is het alweer bijna tijd voor een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. De klassieker. Maar voordat we daarop gaan vooruitblikken, vertelt Ten Hag hoe de uitschakeling bij hem is aangekomen. Want die nederlaag, die kwam wel even binnen. Een teleurstelling, dat is duidelijk. Hè, dat het aankomt, dat is ook duidelijk. Maar een sportman, hè, die vecht terug. En die raapt zichzelf op bij elkaar. Nou, dat is wat we moeten doen. En dat hebben we gedaan in de afgelopen dagen. En dit hebben we achter ons gelaten. Dat kunnen we ook niet meer veranderen. En we kijken naar de toekomst. En daar hebben we invloed op. Blik op de toekomst dus. Maar toch was zelfs voetbal kijken de afgelopen dagen zwaar voor de trainer van Ajax. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen dagen veel minder voetbal gekeken. Ik was er wel even klaar mee. In die zin, Feyenoord, daar heb ik me mee bezighouden. En daar heb je nog je vraag over gesteld, want daar zitten we hier voor. Duidelijke taal. We gaan het hebben over Feyenoord. Ja, een grote wedstrijd. En ja, dan kunnen we die nare smaak kunnen we echt wegspoelen. Ten Hag verwacht zondag geen ander Feyenoord te zien dan voorgaande jaren. Een Feyenoord dat wil domineren. Dat wil domineren aan de bal, door van achteruit te spelen. En voorin durven ze hoog aan te lopen, hoog druk te zetten. Dat is denk ik een groot verschil met andere jaren. Ondanks de uitschakeling in de Champions League voelt Ten Hag geen extra druk voor de aankomende klassieker. Nee, die was er anders ook geweest. Want wij moeten kampioen worden. En of we nu wel of niet door waren gegaan, we moeten kampioen worden. En dan als laatste, maar daarom niet onbelangrijk, mag ook AT5 een vraag stellen aan de 52-jarige oefenmeester. Want ondanks dat Ten Hag zich nog geen zorgen maakt, lijkt een crisis niet ver weg. Ja, Erik, als je in 1 week wordt uitgeschakeld in de Champions League en stel je voor je verliest ook zondag tegen Feyenoord, kan je dan spreken van een crisis bij Ajax? Ja, maar ik ga nooit in op als, indien. Nee. Dus dan moet ik het even zondag vragen. Dat hoop ik niet dat je de zondag gevraagd. Ik hoop het ook niet. Ajax-Feyenoord begint zondag om 2:30 in de Johan Cruijff Arena.